Hallo, welkom bij de videoblog van Numentum voor beelddenkers op het werk. Vandaag wil ik het met jou hebben over focus of doelbewust aan één taak werken ten opzichte van multitasken, wat tegenwoordig heel hip is. Misschien herken jij dit wel. Je komt 's morgens vroeg op kantoor, je opent je computer, je ziet een mail in je inbox zitten en je realiseert je, als ik nog even dit opzoek, kan ik direct antwoorden en is deze mail klaar. En voor je het goed en wel beseft, begin je te zoeken en moet je nog iets anders gaan opzoeken en kom je weer op een andere website, moet je nog een ander scherm van je computer openen. En uiteindelijk kom je op een plek terecht waar je van denkt van, wat kwam ik hier in hemelsnaam zoeken? Als je dan op de klok kijkt, dan merk je dat er al 1, 2, soms 3 uur gepasseerd zijn en jij hebt nog niets gedaan wat op jouw to-do-lijstje stond. Voor vele beelddenkers is dit herkenbaar. Net zoals we van de hak op de tak springen in een conversatie of een gesprek, gebeurt het ook vaak dat we op die manier onze taken afwerken. En we zijn er waarschijnlijk ook nog best succesvol in. Maar is het effectief en efficiënt? Dat denk ik niet. Laat ons eens kijken wat er eigenlijk op zo'n moment gebeurt. Je werkt aan een bepaalde taak, je werkt je er helemaal in en je weet van oké, dit heb ik nu nog te doen. Maar voordat je dat helemaal afgewerkt hebt, heeft er alweer iets anders jouw aandacht getrokken. En ook dat is een onafgewerkte taak. Dus je moet je daar ook weer even in gaan werken. Zorgen hoe de vork in de steel zat om de volgende actie te doen en dan is jouw aandacht weer al weg naar het volgende. Je krijgt waarschijnlijk je taken wel gedaan, maar efficiënt en effectief is het niet. Je hoeft dit ook van mij niet zo aan te nemen dat het niet effectief of efficiënt is, maar ik nodig jou wel uit om morgen of vandaag een experiment te doen. Start met je to-do-lijstje. Werk aan de eerste taak waar je aan wil beginnen of die de meeste prioriteit heeft. Vind je het lastig om je focus te behouden? Gebruik dan een timer en zet die timer op een periode die voor jou oké is. Bij sommige mensen is de aandacht weg na 15 minuten, anderen hebben wel 50 minuten of daar iets tussenin. Welke periode het ook is, dat maakt echt niet uit. Maar zet gewoon die timer en dwing jezelf om bewust met deze taak bezig te zijn, zolang die periode loopt. Dan las je een kleine pauze in en je zet je timer opnieuw. En zo ga je verder tot deze taak is afgewerkt. Daarna pas mag je overgaan naar de volgende taak of activiteit op jouw lijstje. Op het eind van de dag ga je de balans opmaken voor jezelf. Je gaat kijken of je alle taken hebt afgewerkt van je to-do-lijstje. Hoe jij deze dag ervaren hebt. Heb je meer stress ervaren? Minder stress? Ging het sneller? Had je tijd over? Had je tijd tekort? Kortom, ga kijken en maak de balans op. En dan kan jij beslissen of je inderdaad één voor één gaat werken in de toekomst of blijft bij jouw multitasken. Heb jij als beelddenker ook een probleem waar je constant tegenaan aanloopt? Laat het mij weten. Reageer hier onder deze blog. Mijn naam is Saskia Smet. Met mijn bedrijf Numentum begeleid ik beelddenkers die zichzelf persoonlijk willen ontwikkelen, waardoor ze wel kunnen meedraaien in een lineair of rationeel georganiseerde wereld, zodat ook zij resultaten behalen met veel minder moeite en stress.